is Omroep Land van Kuik. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brasserie Het Herenhuis in Kuik. Bij Omroep Land van Kuik, dit is Praat aan de Maas. Met Linders en Jansen. Praat aan de Maas, Jansen en Linders. Jansen, wat voor soort gasten hebben wij? Hele bijzondere gasten uit het Land van Kuik. Onbekende mensen en bekende mensen. Die wat gaan vertellen over hun leven in het Land van Kuik. Hun passies, hun dromen, hun werk. Alles wat ze kwijt willen en wat ze bindt over het Land van Kuik. Praat aan de Maas bij Omroep Land van Kuik. Jansen en Linders, lekker kletsen, ouwehoeren, een kopje koffie en een muzikale intermezzo. Welkom bij Praat aan de Maas met Jansen en Linders. Ik ben Linders. En ik ben Jansen. Dit is Praat aan de Maas en Brasserie Het Herenhuis in Kuik. En onze gasten vandaag zijn Leo Burgers en Rob Nooy. Onze eerste gast, 69-jarige Leo Burgers, staat in Graven bekend als een enthousiaste initiatiefnemer van evenementen waarbij het cultureel erfgoed hoog in het vaandel staat. Hij is voorzitter van de Kloveniers, de schutterij of schutterij tot Graven, daarbij een van de drijvende krachten achter het historisch spektakel. En dit jaar koning van de Kloveniers. Op 7 en 8 april haalt hij de Prins van Oranje tijdens de Nationale Vestingstedendagen naar Graven. Leo, welkom bij Praat aan de Maas. Dankjewel voor de uitnodiging. Leo, hoe valt het om koning te zijn? Ja, dat was een hele verrassing. Want als voorzitter van het gilde heb je eigenlijk het programma dan om een koning te verwelkomen. Als het laatste stukje hout eraf geschoten wordt. En als je het dan zelf bent, Ja, was toch een verrassing voor mij. Leg er nog eens even uit. Je zegt als het hout wordt afgeschoten, wat gebeurt er dan? Bovenin in de schietboom hangt de vogel. Alle kloveniers loten om hun plaatsje op het moment waarop ze mogen schieten. En als dan het laatste stukje hout van de houten vogel eraf is geschoten, ja, die mag zich koning noemen voor dat jaar. En die wordt dan ook gevraagd om alle plichten en alle rechten van koning zijn te aanvaarden. Best wel een prominente functie voor de kloveniers. Is dat de eerste keer voor jou? Nee, het was voor mij de tweede keer. Dus ik had het grote voordeel dat ik al een schild had. En ik heb het schild ook alleen maar moeten kunnen verfraaien dan door er een nieuw stukje onderaan te zetten. Iedere koning die geeft een koningsschild. En zo hebben wij uit 1527, zo lang bestaan we, alle koningsschilden nog. Zo, dat is bijzonder. Ja, heel erg bijzonder. Als koning moet je dan een echte gravenaar zijn of is dat... Nee. Het is natuurlijk wel leuk, maar ik ben ook geen gravenaar hoor. Dus wat dat betreft... Maar je moet wel in de gemeente Graven wonen. Anders kun je helemaal geen lid worden van het kloveniersgilde. Je bent in Nijmegen geboren, maar voel je een echte gravenaar? Moeilijke vraag. Ik voel me echt gravenaar. Maar ik heb wel heel veel roots liggen in Nijmegen. Ik ben een fervent iemand van NEC, dat vind ik dan wel leuk om te volgen. En ik ben uit de tijd van, wat de kijkers misschien nog wel weten, Gratis van Nimwegen, onze carnavalsmeneer in Nijmegen, de liedjes daarvan, ja, dat is toch wel een van mijn dingen geweest. Dus je hebt je roots in Nijmegen liggen, maar je woont al een hele tijd in Graven. Ik geloof vanaf 85 of zo? 86, 87 zijn we naar Graven gekomen, uit buitenland. En de kinderen gingen studeren, dus in Nijmegen. Maar ik wilde eigenlijk niet in Nijmegen wonen. Dus we zijn in Graven ons gesetteld. Ik kon gaan werken op de generaal, les gaan geven op de generaal de Bondskazerne. Oké, dus als militair ben je in Graven gekomen. Voor de kijkers thuis, mensen komen uit het hele land van Kuik. Wat is een echte gravenaar? Een echte gravenaar is denk ik iemand die de graven een warm hart toedraagt en meehelpt om ons graven naar buiten te promoten. Ik denk dat het een echte gravenaar is. En daar kun je heel lang en breed over praten. Maar dat kan ook iemand zijn die al een half jaar in Graven woont. Bij deze ben je een echte gravenaar. Dankjewel. Als Graafse Kloveniersgilde, jullie zijn opgericht in 1527 door Floris van Egmond. Ja. En hij was pandheer van Graven. Wat was dat in die tijd? Die zat op het kasteel van Graven. Had een aantal landen, grote delen van het land. En de prominentste daarvan is zijn dochter natuurlijk, Anna van Buren. En in 1527 gaf Floris van Egmond aan de burgemeester in een mooi stuk
papier 40 weerbare mannen om de burgemeester te ondersteunen, om de orde en de rust te handhaven in Grave. Grave is natuurlijk altijd een militaire stad geweest. Heel veel militairen waren ingekwartierd in de stad Grave. En daar liep het natuurlijk wel eens uit de hand. Want in die tijd, schrik even niet, dan praten we over een tijd waarin heel veel kleine cafeetjes er waren. Dus er was ook drank, soldaten, nou ja, hoe wil je het hebben? En tegelijkertijd met de oprichting van het gilde werd ook de schutterij, zeg maar, verbonden aan het gilde. Ja, het gilde en de schutterij is één. Dus je moet eigenlijk zeggen, het is de kloveniers of schutterijen tot graven, dat is de volledige naam. En kloveniers komt af van het woordje kolvenier. En kolvenier is degene die vroeger met een vuurslag de lonten brandend hield bij de kanonnen. Nou, zo kom je ook op de kanonnen aan de Maas en zo kun je daar verder over praten. Dat is lang geleden. Hoe ben jij verzeild geraakt bij de kloveniersgilden? Toen ik in Grave ging wonen, toen werkte ik zeker nog een aantal jaren voor de VN. Dus ik was vaak in het buitenland. Daarna ben ik me toch wat gaan verdiepen in Grave, als je dan in Grave gesetteld bent. Ja. En zo kwam het kloveniers op mijn pad. En ik heb op de wachtlijst gestaan. Net zoals nu nog mensen op de wachtlijst staan. Want wij zijn 40 man, nooit 39, nooit 41. We hebben het net gehad over Anne van Buren. Straks daarover meer gaan we met Leo verder over praten. We gaan eerst naar onze tweede gast. Ja, en dat is de 28-jarige Rob Nooy uit Overloon. Hij is heel ambitieus. Hij is oprichter van RNV-beheer, roblosthetop.com en Alders Motorsport. En daarnaast is hij bestuurslid bij de omroepvereniging Poont. En vandaag ben je hier namens de Young Talent Group. Ja. De Young Talent Group, een groep jonge talenten uit het land van Kuik en Maasduinen. En zij omschrijven zich als divers, ambitieus en eigenwijs. Een bonte verzameling jonge professionals. En welkom Rob bij Praat aan de Maas. Dankjewel. Kun je aan onze kijkers uitleggen wat de Young Talent Group precies is? Nou, ik denk dat de Young Talent Group zelf niet zoveel is. Het zijn juist de talenten zelf. Wij als groep hebben heel weinig ballast. Als organisatie proberen wij niet zoveel te zijn qua structuur, maar wel de talenten bij elkaar te brengen en het juist vanuit de talenten zelf te laten komen. Dus het zijn de talenten die de contacten hebben, die de projecten bedenken en ook uitvoeren. Ze hebben wel iets gemeen, ze zijn allemaal onder de 35, dat is ook wel een beetje de doelgroep. En ze hechten waarde aan de omgeving, ze proberen te verbinden in het land van Kuik. Ja. En uit hoeveel mensen bestaat de Young Talent Group? Dat wisselt. We zijn nu met iets meer dan 20 man. Maar dat zijn er ook 30 geweest. Maar dat fluctueert. Dat heb je met ambitieuze mensen die gaan van links naar rechts. Ja. Ja, ja. En kun je iets benoemen over de projecten waar we jullie van zouden kunnen kennen? Ja, ik denk we zijn nog niet zo lang geleden met de Tesla-fabriek natuurlijk in het nieuws geweest. Dat wij op een ludieke manier aandacht gevraagd hebben om aan Musk te vragen om een fabriek te openen in onze regio. Het aandacht vragen wel, ja, vooral ludiek, want het is natuurlijk maar de vraag of het wordt opgepikt. Ja. De beddenactie, hè, op het moment dat het bed van Vincent van Gogh in Boxmeer zou staan, hebben we plotsklaps besloten om daar allemaal bedden neer te zetten. Dat wordt dan ook in een dag besloten en georganiseerd. Maar we doen ook op de achtergrond zijn we ook wel in contact met gemeenten, lokale partijen, met wat meer bekend weer is de foodtruck festival wat we een aantal keren georganiseerd hebben. Dus zowel bekend als onbekend zijn we echt actief in de regio, maar altijd voor en in het land van Kuik. En hoe ontstaat zo'n project? Is er dan iemand die heeft een idee en die gooit dat in de groep? Of? Ja, soms komt het vanuit de groep zelf. En dan bedenken wij, twee weken geleden zat ik met Wieke in de kroeg. En we hadden het over hoe leuk stad Berlijn was. En in één keer was daar het idee om vanuit hier te gaan liften naar Berlijn. Om daar iets omheen te maken. Dat zit nu nog in de koker. Maar een andere keer krijgen we ook een aanvraag. En dan moet je denken aan Mooiland, de woningcorporatie, die ons benadert en zegt, nou, wij willen graag onze huurders beter van dienst zijn. En wij merken dat we wat weinig feedback krijgen van de huurders, of dat we dat in ieder geval beter willen doen, wat ze natuurlijk ziet.
En dan benaderen ze ons van, willen jullie niet met ons meedenken? En dan is het weer wat meer formeel dat er echt een aanvraag binnenkomt. En die nemen we dan in behandeling. Ja. Ja. En hoe vaak komen jullie dan bij elkaar met die groep jonge talenten? Dat wisselt. We komen ook niet altijd met z'n allen bij elkaar. Hè. Je wordt, er ontstaat vaak ook een soort vriendschapsrelatie met elkaar. En je ontmoet elkaar ook in andere gelegenheden. We proberen wel iedere maand een meeting te hebben. En dat kan variëren van met elkaar een biertje doen en zeggen, hoe staat het bij jullie projecten, tot aan dat we een lezing organiseren. We hadden laatst twee ondernemers die kwamen vertellen over onderhandelen. En dan komen we ook bij elkaar. En dan is er ook weer de gelegenheid om met elkaar ideeën uit te wisselen. Dus vaste preek één keer in de maand. Maar soms is dat vaker. Ja. Ja. We gaan straks nog inhoudelijk wat meer op de verschillende projecten in. Ja. Maar we gaan eerst weer even terug naar onze andere gast. Heel inspirerend, zoals jullie die bijeenkomsten doen. Ook vorig jaar was Jan Terlouw in Boksmeer. Ik ben er zelf bij geweest. We hebben dat ook naar Graven gehaald. Ken je Graven? Niet zo goed, moet ik zeggen. Als ik daarheen ga, dan is het voor een frietje met mijn vader. Ja. Je hebt kennis gemaakt met een gids, hè? Dus Leo, daar gaat iets gebeuren. Jammer op, maar dan gaan we inhalen. Nee, dat is juist de kans, toch? Dat is toch een kans. Helemaal, die pakken we aan. Op 7 en 8 april gaat er iets bijzonders gebeuren in Graven. Dus, waarbij Rob denk ik ook wel uitgenodigd is vanaf nu. Ja. Maar wat gaat er precies gebeuren? Op 7 en 8 april hebben we de derde editie eigenlijk van het historisch spektakel. Alleen, we hebben het een thema gegeven en het thema is opgepakt door de gemeente. En het zijn de vestingsteden geworden. Nationale vestingstedendagen. 2 dagen, maar allemaal terug in die tijd van de eerste 2 historische spektakels. Terug naar 1674. En we hebben nu een tijdbalk genomen van 1400 en tot 1674. En alle prominente mensen die toen in Graven hebben geleefd, zien we voorbij komen. Maar wat hebben wij met Anna Verburen? Wat is dan de relatie tussen Anna Verburen en Graven? Anna Verburen woonde op het kasteel in Graven. En, ze was een gravin. Ja. En in 1551 werd Willem van Oranje naar het hof gehaald in Parijs. En kreeg daar, want zo was het toen in die tijd al. Alle families werden allemaal gestuurd. En kreeg daar van keizer Karel te horen dat hij moest gaan trouwen. Werd niet aan hem gevraagd, hij moest gaan trouwen. En kreeg Anna van Buren toegewezen. Maar ze hadden elkaar toch wel eens gezien? 1 keer op een feestje op een hele lange afstand en voor de rest nooit. Dus wij gaan meemaken op 7 en 8 april in een tableau vivant. Waarin wij Anna van Buren in de Hampoort hebben zitten. Aan een grote tafel met haar hele hofhouding. En met veel trompetgeschal Willem van Oranje binnenkomt. En daar voor het eerst zijn Anna ziet. Vader leefde al niet meer, dus de schoonmoeder zat aan tafel. Met de bisschop van Münster, et cetera, et cetera. Dus dat laten we herleven. Veel vips, veel notabelen. Ja, ja. En dan worden ze getoond aan het volk. Worden getoond aan het volk of het volk toont zich aan de notabelen. Maar we proberen het volk erbij te betrekken. Dat wil zeggen, we maken daar een tableau vivant van. Dat wil zeggen, een mooie opstelling. En we gaan er een verhaal omheen breien waarin ook een stuk geschiedenis een beetje gaat leven. Want Willem van Oranje is natuurlijk wel de godvader. Hij staat natuurlijk wel bij ons. De godvader, zeg je? Ja, van het stukje Willem van Oranje. Van van ons volkslied natuurlijk. Ja. Wilhelmus van Nassauen. Ja, los even van het feit is dat dat gebeurt. Het is natuurlijk een hele geschiedschrijving wat je laat zien ook tijdens die dagen. De eerste 2 afleveringen van ons historisch spektakel hebben we ons gehouden bij de 1674. Een zwarte bladzijde in Graven. Want heel Graven was toen platgegooid door de generaal van Rabenhaupt. En nu hebben we eigenlijk dat stukje wel, dat laten we wel zien. Maar we hebben er een hele range omheen gebouwd. Dus er komen Jan van Kuik, komt de gebroeders van Gelder komen. Dat proberen we de jeugd in ieder geval duidelijk te maken. Hoe dat vroeger moet zijn geweest. Als je dan 7 en 8 april door Graven heen wandelt. Hè, laten we even mijmeren hoe dat voelt. Wat kunnen dan de bezoekers die dagen verwachten? Ja, ik kan aan iedereen die nu zit te kijken eigenlijk zeggen, doe je ogen even dicht. Ja, dan ben je nu in 1550 en de stad zag er echt niet zo mooi uit. Het was een hoop rommel, een hoop stro, een hoop afval op straat. En mensen hadden het niet rijk.
En in zo'n stad werd gewerkt. Daar werd de vis schoongemaakt. Daar werd geslacht. En het was een hoopje bij elkaar. En als er dan al wat edele of hooggeplaatste in de stad kwamen, dan was het feest. Want die mensen kwamen daarvoor om eigenlijk hun landarbeiders allemaal te zien. En dat proberen we weer terug te brengen. Dus de hele stad is ook zo in die tijd terug. Ondernemers proberen hun zaken zo aan te kleden als het zou zijn geweest in 1500, 1600. We hebben de afgelopen jaren veel kleding verkocht in Graven, om iedereen ook in de kleding te krijgen om dat te doen. Muziek zal er aanwezig zijn. De jeugd kan zich uitleven in een hele hoop spelen. Allemaal voor een stukje, en dat vind ik het belangrijkste, beleven het stukje van Graven. Beleef die tijd van toen. Jullie hebben, als ik even kijk naar zeg maar jullie clubhuis, hè? Dus de Hampoort. Ja, een beetje. Het is de enige stadspoort die we nog hebben in Graven uit 1600. En daar hebben we één deel daarvan, is het museum. Zeker de moeite waard. Museum Graafsport. Aan de andere zijde van de stadspoort is de Doelen, zoals we dat noemen, bij een gilde. Dat is de ruimte waar het gilde eenmaal per week bij elkaar komt. Maar Leo, mag ik iets vragen? Ja. Ja, want het klinkt redelijk groots opgezet, maar hoeveel mensen verwachten jullie? We hebben vorig jaar gehad zo tussen rond de 10.000 en 12.000. Dat is fors. Ja, en die hebben allemaal gratis entree. Dat proberen we nog allemaal te doen, maar het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Het idee is natuurlijk wel om het een stuk... Het zou zich eigenlijk zelf moeten bedruipen. Ja. Maar het grootste probleem is natuurlijk daarin van hoe ga je dat dan doen? Ga je dan entree vragen? Ga je dan... Komen de bezoekers ook in de oude klederdracht? Ja. Okay. Ja. Het leuke ervan is dat wij mensen uit allerlei streken krijgen die zich langskomen, langs de Hampoort komen en roepen van wij zijn er ook. En willen dan een type uitbeelden. Zo vind je uit Nijmegen van de gebroeders van Limburg een aantal mensen. En die lopen dan als marskramer of als dame van lichte zeden. Want die waren er toen ook, hè? Rob? Kijk, hey. Ja, dan wordt het interessant. Hey, dat is het natuurlijk wel, hè? En ja, dat is toch wel het leuke ervan. Dit vraagt natuurlijk ontzettend veel vrijwilligers. Daarover straks heb ik nog wel wat vragen. Nog één kort antwoord op de stokkerij in de Hampoort. Dat is een hobby van jou of van jouw kornuiten? Een hele moeilijke... Ja. Nou, even openheid geven hiervan. Wij hebben het zo gemaakt allemaal dat we geen drank stoken, maar we maken het wel. Nou, dat zit hem in het feit dat wij als het ware een koude likeur maken. En een koude likeur wil zeggen, je hebt een basis van een likeur en daar kun je naar believen jenever, brandewijn of korren op doen. En dat mag je helemaal zelf doen. Nou, bewaar het geheim nog even voor later in de uitzending. Goed. Daar komen we nog op terug. We gaan nog even verder met Rob. Ja, met de Young Talent Group. We hadden laatst een uitzending op de radio van Omroep Land van Kuik over de herindeling van het Land van Kuik. In de verschillende gemeentehuizen hadden we namens het Land van Kuik correspondenten zitten bij de stemming. Hè. Er werd voor of tegen gestemd. In verschillende gemeentehuizen waren jullie goed vertegenwoordigd. Ja, ik was daar zelf ook. Ik was in Boksmeer en het verhaal dat daar verteld is, is voor een deel mijn verhaal geweest. Ik was die jongen die zijn rijbewijs op ging halen. Want daar ging het over, eventjes voor de kijker. Dat ik het zo waardeerde dat ik in Sint-Antonis mijn rijbewijs op kon halen. Niet mijn rijbewijs trouwens. Het rijbewijs op kon halen van iemand anders zonder papieren. En dat gewoon kon. Dat ik denk in die tijd toen ik in Amsterdam werkte. Ja, dat had iets dorps, iets gezelligs. Dat zomaar kon. En bij mijn collega's in Amsterdam moest je een afspraak maken om überhaupt geholpen te worden. Ja. Ik woon zelf in Overloon, gemeente Boksmeer. Dus ik moest op een later moment voor mijn werk in Boksmeer zijn. En daar moest ik een afspraak maken. Ja, daar baalde ik van. Dat vond ik niet. Dat voelde niet goed. En weer later in dat proces moest ik in Sint-Antonis ook voor mijn werk een ingewikkelde VAP-regeling toepassen. En ik zat vervolgens met een ambtenaar die tegen mij zei, ja, dan kun je beter naar Kuik, want wij hebben die expertise niet. En toen merkte ik in Boksmeer dat als ik daar kwam, dat ik wel een afspraak moest maken. Maar dat er altijd iemand zat met kennis van zaken. En dat was voor mij een knop, ja, die ik ook gedeeld heb met mijn collega's van de Young Talent Groep. Ik woon in een klein dorp, dus ik weet wat het is om te moeten vechten
In een gemeenteraad om toch je stem te kunnen laten horen. En volgens mij lukt dat aardig. Volgens mij doet de gemeente ook wel echt zijn best om die kernen te horen. Maar dat zal altijd ingewikkeld blijven. Maar ik geloof dat dat niet de problematiek is. De problematiek is dat wij als regio deze vervelende keuze eigenlijk moeten maken. Dat wij moeten gaan verbinden. Dat wij als Land van Kuik, in mijn ogen, en ik heb een moeilijk verhaal als ik naast iemand uit Graven zit, geloof ik. Maar ik denk echt dat het nodig is om als één blok de professionaliteit in huis te houden. Professionaliteit die weer doorklinkt naar ondernemers die veel met de gemeente moeten werken. Naar projecten die in gemeentes uitgevoerd moeten worden. En dat wij als burger helemaal onderaan die professionaliteit doorgecijpeld krijgen door al die projecten, door al die ondernemers. En ik denk dat wij dat gevoel, dat dorpse, wat wij hebben, wat ik ook heb. Ik woon al mijn hele leven in Overloon. Dat we dat even moeten parkeren. Dat we dat terug kunnen komen in de vorm van dorpsraden. Dat daar aanvullend echt nog wel oplossingen bedacht moeten worden. Hoe we die stem, hoe we dat geluid naar boven door kunnen laten klinken. Maar ik denk dat wij de strijd verliezen als wij als individueel gemeente, ook mijn gemeente. Mm-hmm. Maar toch, als we het zelf gaan proberen, dan redden we het niet. Wat me heel erg inspireerde, wij deden een schakeluitzending live bij Omroep Land van Kuik op de radio. Ja. Dus we zaten overal zaten we mee te luisteren. Dat we tegelijkertijd bij al die raden een inspreker was van de Young Talent Group. Ja. Hoe bedenken jullie zoiets? Nou, dat gaat eigenlijk heel spontaan. We hebben een online platform waarmee wij communiceren. Het is een soort, we kunnen op projectbasis communiceren, zeg maar. En het lijkt op een soort van WhatsApp. Dus we kunnen bestanden delen. En er is heel snel contact. Daarnaast gaan we heel informeel met elkaar om. Dus wij maken zelden een afspraak. En dat resulteert erin dat het gewoon, er gooit iemand een idee in de groep. En die zegt, ik vind dat wij dit moeten doen. En dan gaan wij daar, we hebben natuurlijk vaker gesproken over of dat we daar voor of tegen zijn. Ja. Maar in één keer komt die gelegenheid komt voor de dag. En dan gaat dat de groepsapp in. En dan zeggen we, wie wil daar wat mee doen? En dan zijn er drie man die zeggen, nou, dan gaan wij een stukje schrijven. En dat doen we dan met z'n drieën op gelijkwaardige toon. En vervolgens wordt dat de groep ingegooid. Komt daar ooit nog wat kritiek op? Ja, en wie gaat het inspreken dan? Ja, nou, dat is eigenlijk wel leuk om in iedere gemeente. En dan ontstaat zoiets en dan kan iedereen zich aandienen. Hè? Wij kennen geen hiërarchie wat dat betreft. Okay. Nee. En hebben jullie een plan om dat verder, zeg maar, uit te werken? Of daarmee te gaan over die samenvoeging eigenlijk van die gemeentes? Ja, en wij blijven ook in contact met gemeenten. Wat wij wat minder hebben is, het is misschien lastig uit te leggen, maar wij willen niet van alle plannen de vader zijn. We willen niet van alle plannen de drager zijn. Mm-hmm. Dus soms worden wij gevraagd voor een project dat niet per se door ons bedacht is. Maar vinden wij het zo belangwekkend dat wij daar graag tijd en energie in investeren. En soms is het andersom. Dan willen wij een project graag aanjagen en op een gegeven moment overdragen. Omdat wij niet willen verzanden in bureaucratie en jarenlang iets trekken. En ik denk dat een goed voorbeeld daarvan het A77 project, het JA77 project is. Wij zijn daar voorstander van. Nog steeds, voorstander van. Wij zijn er nog steeds betrokken, wij luisteren, wij lezen de krant, wij houden alles bij. En zodra wij het weer nodig vinden, worden wij daar weer actief in. Maar op dit moment ligt dat bij ons stil en ligt de bal bij gemeenten. Ja. Dus wij blijven betrokken, maar er kunnen best momenten zijn dat we het even Leeftijd aan gebonden, dus maximale leeftijd van de en de Young Talent Groep? Ja, in principe 35, maar ik heb net met Leo afgesproken. Hij heeft mij omgekocht met wat lekkers. En nu maken wij één uitzondering, dat is Leo. Maar verder is de bedoeling. Maar ik wil wel even zeggen dat ik het in het stukje ook, de ambitie spat er ook vanaf om het te vertellen en te doen. En ik denk, met dit verhaal en dit stukje, dat velen die allemaal nog een beetje zo angstig staan te kijken van waar moeten we naartoe met de gemeentes en met de herindelingen en de stukken met het Land van Kuik, dat het eigenlijk het verhaal gewoon perfect is. Alleen je moet over die drempel heen kunnen stappen. Ja. En want iedereen houdt zich zo. Ik woon dan niet in Graven, maar ik woon in Escharen. Ook zo'n kern. Mm-hmm. Hè? En ook die kern wil zijn eigen gezicht behouden en is bang om straks ondergesneeuwd te worden. Ja. En gerechtvaardigd bang, hè? Dat is ook iets wat wij ook echt wel zien. Wij komen allemaal uit het dorp en wij zijn daar opgegroeid. Dus dat haal je ook niet zomaar weg. Alleen de vraag is of dat wij
Het is een keuze. Keuzes doen altijd pijn. Gaan wij de keuze maken om dan daaraan vast te houden en vervolgens heel veel verbinding in de dorpen te verliezen, omdat verenigingen verdwijnen, omdat professionaliteit, ondersteuning voor ondernemers, plannen die de wereld wordt groter, hè? Eigenlijk kleiner, maar we hebben met steeds grotere partijen te maken. En als daar een projectontwikkelaar, vroeger was dat de ondernemer om de hoek of de aannemer om de hoek, en nu zit daar een projectontwikkelaar, dan wil je daar wat tegenover zetten, juist om zo'n dorp te behouden, ja. En in de huidige vorm. Dus ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Ja. En iets wat jullie een tijdje terug ook hebben gedaan, is de leegstand tegengaan van lege winkelpanden, onder andere in Graven, met bepaalde pop-up winkels. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik moet zeggen, ik heb zelf dat project niet, was ik niet bij betrokken, helemaal niet. Dus ik heb daar wat dat betreft net zoveel over gehoord als jullie. Ik weet dat het erg geslaagd is geweest. En dat in Boxmeer ook een winkel, ik dacht Proef Italië, gebleven is, daar nog zit. Ja. Dus leuk, maar nu ook weer losgelaten. Ja. Ja. En de nachttrein? Ja, nachttrein is ook een goed voorbeeld van wat wij heel leuk vinden aan onze eigen club. Dat wij tijdens een vergadering bij elkaar zitten en zeggen, ja, eigenlijk zou die er gewoon moeten komen. En daar hebben we het dan al vaker over gehad. En nu gaan we iets doen, nu gaan we een actie op touw zetten. Nou, dan is het verhaal, maar hoe dan? En toen kwam iemand met dit idee om de nachttrein op de perrons met graffiti erop te zetten, maar dan geen graffiti, maar schoon spuiten. Dus het is omgekeerde graffiti. Yeah. Maar hoe komen we met waters op perron? En dan wordt de een naar de andere probleem wordt getackled eigenlijk. Ja, maar ik heb wel een jerrycan en doen we daar water in. Ja, maar wij moeten een stalen plaat hebben. Nou, maar ik ken wel iemand bij Stork. En dan zie je ook dat ook partners zijn die dan meteen nou, dat gaan we doen, dat is leuk. En dan ik ben jurist aan de bel getrokken van ja, maar mag dat wel zomaar? En dat zoeken we dan uit. Ja. En eigenlijk is binnen no time wordt er op die knop gedrukt en dan hebben wij dat. En nu laat het weer eventjes los. En op de achtergrond zijn we weer contact aan het zoeken met Arriva om weer... Ja, even voor de kijkers thuis. Jullie wilden graag een betere verbinding Nijmegen naar de... omliggende dorpen binnen het land van Kuik. Zeker, juist ja. We zijn ook betrokken bij de gemeente Boxmeer als het gaat over de demografische problemen die wij kennen. Ja. De leegtrek, ook veroudering. Ik denk overigens dat ook heel veel kansen biedt. Maar ik denk wel dat je dan als gemeente, als regio moet faciliteren. Mm. En we kunnen heel hard roepen van de jeugd gaat weg. En het is helemaal niet erg als ze weggaan, als ze 's nachts maar met de trein terugkomen. Juist, ja. Nee, maar dat je die faciliteit biedt. En dat is belangrijk. En dat is voor de ook voor een vervoerder, denk ik, goed om daarin te investeren. En als dat zou betekenen dat er vanuit de gemeente geld bij moet, dan denk ik dat we dat moeten doen. Ja, dat nog belangrijker is dan geld naar verenigingen. Want dat is een infuus. En volgens mij kunnen we beter geld geven aan zoiets als een nachttrein. Nou, straks meer over young talents, senior talents. Luisteraars, kijkers, we hebben de gasten gevraagd om een langspeelplaat of een singeltje mee te nemen waar ze een bijzondere betekenis bij hebben. En ik ga even eentje aanzetten en dat lukt volgens mij wel. En dan gaan we die omlaag zetten. En deze is van Leo. En het duurt even, Leo, voordat de naald op de plaat gaat rusten. Mijn kinderen hebben hier naar gekeken en denken van, is dit in hemelsnaam? Maar wat hebben we hebben bij? Volgens mij, ik hoor nog geen geluid, maar dat moet volgens mij wel. Ja, dit brengt mij terug naar 1984. En wij werkten en woonden in Bergen-Belsen in Duitsland. Daar hadden we in die tijd, voor de kijkers, de muur stond nog. En daar hadden we militaire troepen liggen. En in die tijd probeerden wij het carnaval vanuit Nederland daar naartoe te halen. En één week voor het originele carnaval in Nederland hadden we het carnaval in Bergen. Bergen, een klein stadje. En in dat stadje daar stond een Nederlandse Zieglung. Een aantal woningen, met daar in het midden een school. En op die school bouwden wij een tent. En daar kwam de hele bevolking bij elkaar om die 3 dagen carnaval te vieren. En uit die tijd stamt dit plaatje. Want om de mensen toch enthousiast te maken,
Maakten we dan ieder jaar maar een plaatje. En het eerste plaatje heb ik helaas niet meer. Dat was Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer. Dat is Nijmeegs. Juist, maar dan niet Sint-Steven, maar dan de tent op het plein zien staan. Dus die woorden hadden we een beetje verbasterd. Ja, natuurlijk een bijzonder plaatje van Gradus van Nimwegen. Ja, hoe gaat de melodie dan? Jij kan volgens mij ook wel aardig zingen. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Want ik wil een nog één keer Sint-Steven heuren slaan. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer Sint-Steven heuren slaan. Geweldig. Hoi. Ja, ja. Ja, hij veel te vroeg. Ja, Theo Eckstein. Theo Eckstein was de man van het Gradus van Nimwegen. En die heeft me wel geïnspireerd tot dit soort dingen, moet ik eerlijk zeggen, het carnaval. Want toen ik als kleine jongen ging ik met mijn vader mee, achter op de fiets, in een, het was carnavalstijd, in een korte broek, in een matrozenpakje. En dan werd ik het podium opgestuurd en dan stond ik daar en dan waren mijn eerste woorden. Stelt u zich eens voor in zee zonder eind of begin en daarop een boot. Met vier mannen erin die al dagen op de baren dobberen, omgeven door haaien die ze op wilden slobberen. Zo voeren Jan, Jaap, Kredes en Piet en Tuurde door het eindloos verschiet of nog geen schip tot een redding kwam dagen, want de honger begon aan hun magen te knagen. Dat was een hele lijdensverhaal. Aan het einde van het verhaal had mijn vader drie biertjes gedronken en ik kreeg één chocoladereep van de heer. Kortom, na drie van die optredens was ik zo misselijk als een aap natuurlijk. Pa had hem goed gehad en we gingen weer naar huis toe. En dat stukje heeft mij altijd wel ertoe bij om iets op het carnaval te doen. Dames en heren, je ziet, je gooit er een kwartje in en je krijgt de Riksdaal eruit. Rob, je hebt ook een plaats meegenomen. Jij vertelde me al eerder dat je er genoeg hebt, lang speelplaten. Ja. Welke heb je voor ons meegenomen? Nou, ik wil eerst met je afspreken dat ik niet ga zingen. Dat is helemaal goed. Anders hoef je hem niet aan te zetten. Ik heb meer van deze platen. Of eigenlijk wel van mijn vader. Maar deze lagen bij mij op de kamer. En ik vind het een leuke plaat. Omdat het is ook een plaat die ik echt vroeger veel luisterde. Die iets over mij vertelt. Maar volgens mij ook over de Young Talent Groep. En hij vertelt iets over mij omdat ik vroeger alleen maar Nederlandse muziek wilde luisteren, omdat ik dat kon verstaan. Inmiddels mag ik ook graag naar andere muziek luisteren. En dan vond ik Boudewijn de Groot erg leuk. Melodisch niet eens per se zo goed, maar leuke pakkende teksten die je aan het denken zetten. En die vaak ook niet meteen verraden waar het over gaat. En Meester Prikkebeen gaat over een man die afwijkt. En volgens mij doen wij dat als Young Talent Groep ook. Wij durven anders te zijn. Laat mij even luisteren. Komt ie, hè? Dit is de bekende. Ja. Ik zal me even wat zachter zetten. Want je maakte net de opmerking van het associeert ook vooral met de Young Talent Groep. Ja, nee, als ik een plaat mag kiezen die iets over mij vertelt en over de Young Talent Groep, dan vind ik dit een hele pakkende plaat. Ja. Omdat? Omdat, nou ja, wat ik zeg, het gaat over meester Prikkebeen, een man die wat anders is. Ik geloof ook dat er ooit een verhaal over geschreven is en dat dit daarvan afgeleid is. Ik ken het niet, dit hele verhaal, maar ik weet wel dat de boodschap is dat hij wat raar is en wat vreemd. Nou, dat zijn wij volgens mij ook als Young Talent Groep en... Ja, volgens mij wijk ik zelf ook af, alleen al als ik naar dat soort muziek luister. Ik had als kind ook de associatie, mijn vader mist een been. En is ook anders in zijn manier van doen en daarom leuk. En dat, dat vind ik deze plaat mooi vertellen. Ja, mooi verhaal. Als het over muziek gaat, hebben we ook een intermezzo. Ja, daar gaan we naar kijken. Dat is Danielle en daar ga ik nu even naartoe. Ik sta inmiddels bij Danielle Nederbracht, een 16-jarig talent uit Kuik. Danielle, welkom bij Praat aan de Maas. Ben je al lang met de muziek bezig? Ja, al bijna 4 jaar schrijf ik mijn eigen liedjes. En begeleid ik mezelf op mijn piano. Dat heb ik mezelf namelijk aangeleerd. Ja. Knap dat je dat zelf hebt aangeleerd.
Dankjewel. En wat ga je vandaag voor ons spelen? Een zelfgeschreven liedje ook. Het heet I Love the Way Music is Made. Ik schrijf mijn liedjes puur uit een opwelling van tekst die dan omhoog komt. En dan speel ik er wel bij. En dan uiteindelijk wordt het een liedje. Het is heel erg moeilijk uit te leggen, maar het gebeurt gewoon. En waar gaat het nummer over? Dat ik eigenlijk zoveel passie heb voor muziek. Dat als ik mensen op straat muziek hoor spelen, dat het eigenlijk helemaal mijn ding is eigenlijk. Dat ik me heel erg thuis voel daar. En ja, daar gaat het liedje over. Oké, nou we gaan luisteren. Succes! Every time I sleep at night, I'll be thinking about my life. And how fucked up it will be if I'll keep going on like this. But then I remember a girl on a chair with a guitar in her hands, playing songs I like to dance on. And seriously, I could stay there all day. And if she wouldn't go home all night, I love the way, I love the way, I love the way, I love the way. She made me stay. Dankjewel, Danielle Nederbracht. We gaan door met de kwesties. We hebben een aantal kwesties voor onze gasten. Ze zijn niet al te ingewikkeld, maar we zijn wel benieuwd hoe zij daarover denken. Ja, de eerste gaat eigenlijk een beetje door over waar we het net al over hadden. Eén land van Kuik of verschillende gemeenten binnen het land van Kuik. Ik denk dat ik die van jou al kan raden, inderdaad. Maar je zei net wel terecht, Graven had tegengestemd op één land van Kuik. Dus ik ben wel heel benieuwd. Leo, wat zou jij kiezen? Eén land van Kuik? Nou, ik ben daar heel erg sceptisch in, moet ik heel eerlijk zeggen. En
Ik denk wel dat we daar op een langere termijn naartoe moeten gaan. Alleen ik denk dat wij, als we te vlug gaan, en dat bespeur ik bij mijn buurman hiernaast, dat wil eigenlijk toch een beetje duwen, aanzet geven, ga door, dat we dan toch op een aantal grote stukken eigenlijk de plank misslaan en er later weer op terugkomen. Ja, ja. Snap wat ik bedoel? Dus ja. ik ben als, op sommige dingen ben ik echt wel sceptisch, dus ik snap wel waarom mensen tegen hebben gestemd. Oké. Maar ik ben er helemaal van overtuigd dat we er naartoe gaan. Ik denk ook dat we het met elkaar eens zijn, wat dat betreft. Daar is niet aan te ontkomen. Alleen nu gaat het over het traject in de tijdbalk waarin het loopt. Het wordt wel spannend, want tijdens de komende raadsverkiezingen gaat er in Graaf ook gestemd worden. Gaan jullie het volgen, Toos? Ja, zeker. Daar zijn wij wel zijn mee bezig. We zijn ook met lokale media bezig om daar wat mee te doen. We zijn ook benaderd om daar vanuit ons perspectief naar te kijken. Overigens, zonder dat wij echt politiek. We zijn wel politiek geëngageerd, we zijn echt graag betrokken. Maar we willen geen politieke standpunten innemen. Dat is niet onze taak. Dus daar blijven we weg, maar we volgen het wel. Ja. Ja, duidelijk. We hebben nog een kwestie, Jansen. Vroeger of nu? Nu. Nu. Met het historisch spektakel in de toekomst? Ik denk dat het geweldig is om het te mogen organiseren met een aantal vrijwilligers. Dat het geweldig is om mensen het te laten beleven. Maar we moeten niet naar vroeger gaan. Vroeger moet je naar kijken. En moet je niet meer in willen zitten. En voor jou? Ik ben het wel met je eens. Maar tegelijkertijd vind ik dat sommige dingen die je meemaakt zijn op het moment zelf niet eens per se zo leuk. En worden als herinnering vaak nog leuker. En op die manier kan ik heel erg genieten van dingen die ik in het verleden gedaan heb. Terwijl ik wat minder vroeger heb dan mijn buurman. Maar ik zou dan toch voor vroeger kiezen. Ja. Als je naar de toekomst kijkt, Leo, is er dan nog ruimte voor een gilde zoals jullie? Ja, geweldig. Ja, ik denk dat het gilde, dat is overal hoor, alle gildes, die proberen in de huidige maatschappij mee te gaan. En er is geen groot verschil tussen een gilde van 1900 en het gilde nu, in 2000. Dat geloof ik absoluut niet, want ze hebben allemaal dezelfde doelstelling. En dat is de doelstelling om in de maatschappij iets voor elkaar te kunnen betekenen. Een beetje zoals de Young Talent Club. Helemaal. Maar als je de mensen bij mij, de 40 weerbare mannen neemt van Graven, die praten net zo over de politiek als mijn buurman nu doet. En daarentegen hebben ze toch een stuk verbroedering. En wij hebben dan het geluk dat we iedere donderdagavond bij elkaar komen en daarover kunnen praten. Snap je wat ik bedoel? En er zijn heel verschillende trajecten en projecten die er lopen. En ook wij pakken dingen op. Alleen zeker geen nachttrein. Dat is niet zoiets. Maar een van de dingen die ik wel hier kan zeggen is, op 10 maart bij NL Doet, dan gaan de kloveniers met de raadsleden de 3 kazematten op het fysioterrein groen vrijmaken. Daar praten we in Graven al jaren over. Het is nog nooit gebeurd. Nu gaan we het doen. Dus zo'n project kun je dan ook weer doen. Dat is een mooi project voor ons om bij aanwezig te zijn. U bent van harte uitgenodigd, zaterdagochtend. Wij komen 9 uur, koffie staat klaar. Gaat gebeuren. Nee, maar ik wil zeggen, dus die projecten zijn er wel. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is. En je smeet met een gilde toch ook een samenhorigheid in een stad en in de kernen. En dan moet je de andere 2 gildes ook bijnemen. En die nodigen we daar vaak bij uit. Dus dat gaat heel erg goed. Rob, welk project staat er bij jou bovenaan je lijstje wat betreft de Young Talent Group? Ik ben op dit moment bezig om een debatavond te organiseren. Het thema is nog niet, dat moet nog uitgekristalliseerd worden, maar het lijkt mij leuk om uit de regio een aantal prominenten, niet politiek, maar met elkaar inhoudelijk te laten debatteren over thema's die de politiek wel interesseert. Dus politici wegblijven en ondernemers, jonge mensen, iemand van de jaar 16, 17 zetten tegenover iemand van over de 70. Dat ook goed voor laten bereiden. Dus dat ze zich ook echt ingelezen hebben op de onderwerpen. Dat het niet dat ze kort voor het debat een blaadje krijgen en nemen een standpunt in. Maar echt inhoudelijk ja. Debat. Dat vind ik leuk. Dat is iets waar ik zelf mee bezig ben. Verder blijf ik natuurlijk met de nachttrein bezig. Ja, en er zijn nog wat dingen waar ik nu nog eventjes niks over mag zeggen. Ja. Okay. Zoek je ook nog mensen in de regio die aansluiten? Zeker, zeker. Iemand die denkt dat hij van toegevoegde waarde kan zijn. Daar hebben we graag contact mee. En dan zou ik ook adviseren, kom een keer na een avond. Hè. Je kunt bij ons op de Facebookpagina van The Young Talent Group
Kun je kijken wat er allemaal te doen is. Wij geven regelmatig of een lezing of een workshop. Of kom naar een science battle. Kom naar iets kijken waar wij in ieder geval of zelf organiseren of waar wij bij zijn. En heb je het gevoel dat het iets voor je is. Er zitten ook ondernemers bij ons in de club. Maar ik word ook wel eens aangesproken door ondernemers van kan ik komen netwerken? En dan zeg ik ja nee, ik ben zelf wel ook ondernemer. Maar daarvoor moet je niet komen. Je moet echt komen om te brengen. En dan krijg je vanzelf heel veel energie om leuke dingen te doen. Ja. En dat is wat je ervoor terugkrijgt. Als je daarin herkent en denkt van nou, dat vind ik leuk. Dan heb je er graag bij. Gezellig. Ja. Okay. Leo, kan je ons nog even meenemen? Je had je karabijn, hè? Heet dat, hè? Ja. Toch, hè? Ja, ja, ja. Je ging aanzetten, zeg ja, maar, voor ja. dat schot, hè? Ja. Je zag natuurlijk... Je zag hem al een beetje wankelen. Nou, hoe ging dat moment? En daarna vooral? Klopt het ook dat het de 100ste was? Het was exact het 100ste ja. schot. En je moet je voorstellen... iedereen kijkt dan al. Is met... iemand die dat bijhoudt? Ja, 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 ja. En je kijkt dan al en je ziet dan... Je weet dat je... Want we hebben geloot van tevoren, dus je op volgorde. Dus je weet ook welke mensen voor je schieten. En met hoeveel ben je dan met schieten? Wij waren met 32 mensen. 32, oké. Okay. Van de 40... Want iemand die niet aan de verplichtingen kan voldoen, die schiet dan niet mee. En dat heb je gewoon. Dus. Ja, ik wil toch eigenlijk wel weten wat die verplichtingen dan precies zijn. Een van de grootste verplichtingen is natuurlijk bij het gilde dat je een koningsschild moet laten maken. Daar zit een financiële verplichting aan. Mm-hmm. Dat is toch een redelijk bedrag. En dan moet je alle... dagen waarop het gilde al iets heeft staan in de agenda ook aanwezig zijn. Okay. En dan praten we over de gildedagen die er zijn in het land van Kuik, waar we naartoe gaan. Dit jaar gaan we naar Roermond met z'n allen in september. Daar is het, of augustus, augustus hè, in september. Daar is het, komt de internationale gilde bij elkaar. Maar even terug. Ja. Ik, 32 man, jij ongeveer het 98e schot. En eigenlijk was alles er al af. En er moeten nog twee voor mij. Dus ik denk, nou, het gebeurt. Dus ik was al eigenlijk voor mezelf al... We gaan direct iemand die ketting omhangen. Het is klaar. Ik hoef alleen maar te vragen van... Wil je koning zijn? Maar het omgekeerde is ook waar. En hij wordt er niet afgeschoten. En er is er nog eentje voor mij. En hij schiet hem er ook niet op het laatste stukje hout. Dat zit dan bovenop die pin... Iedereen kijkt. Ja, en dan, ja, toen viel hij. Waar gaat er allemaal door je heen dan? Nou, een beetje onwerkelijk, want ik had zoveel andere dingen nog en ik was zo druk met anderen. Ik kon het eigenlijk niet hebben, maar ja, je zegt ook niet nee. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, ik ga er een beetje vanuit. Helaas wat je zegt net, ja, ik dacht ik maak nu geen kans meer. Dus daarvoor ging er eigenlijk vanuit dat je nog... Nog steeds kans maakt. Ja, ja, ja. Maar ik vind ook dat je moet gaan schieten en dan moet je ook meedoen en dan moet je voor de punten gaan. Natuurlijk. Zo hoort het ook. Dan, anders moet je dat niet, anders moet je niet meedoen. Moet je gelijk meedoen. Dus toen, ja, toen schoot ik hem eraf. En in 2002 was ik al koning geweest. Dus ik had het schild al. En het bijzondere van het schild wat ik al had... Dat is betaald geworden. Ieder koning maakt een schild met zijn professie, met zijn beroep. In jouw geval, als jurist bij wijze van spreken... zou je daar een mooie veer en een contract of wat dan ook. Hè? Ja, ja, ja. Of een gevangenis natuurlijk. Ja. Voor iedereen maar die je woont in de politiebureau. Dus. Ja, nou, daarom bijvoorbeeld. En mijn koningsschild bestaat uit het wapen van het regiment Huzaren van Sietsema. In 1814 richtte de baron van Sietsema een regiment... De cavalerie dus. Cavalerie. Ja. En toen ik in 2002 koning werd... had ik daarna een vergadering toevallig met het regiment. Daar zat de baron. En ik vertelde hem dat. En hij zegt van, ik betaal jou... koningsschild. Dus daar staat prominent dat wapen op van hem. Dus nu heb ik hem gebeld. Ik zeg, we moeten er toch een stukje onder zetten. Hij zei, nou stuur de rekening maar. Dus dat is van... Beetje jouw familie ook, zeg je. Hè? Ja. Het regiment is een beetje je familie. Ja, ja, het regiment is wel een beetje mijn familie. Ja, een bijzonder verhaal dit. Ja, zeker. En terwijl Danielle optrad, hè, toen waren jullie al iets aan bekonkelen. Ja, Rob komt binnenkort een keer naar de handpoort. We gaan dat eens een keer uit spitten. Maar voordat we even Jansen, we hebben geen vragen, kwesties meer. Nee, we zijn er doorheen. Dan gaan we naar de afronding. Maar we willen graag weten, want jullie, je hebt iets meegenomen. Want dit is onze eerste uitzending van Praat aan de Maas. We gaan er nog heel veel volgen, maar ja, onze gasten die hebben iets bedacht en Leo heeft iets in elkaar gezet. Wat gaan we doen? We gaan proosten, dacht ik. Wij gaan proeven van Maaswater. En we hebben bij het gilde in... Praat aan de Maaswater. Praat aan de Maaswater. Dus we hebben in Graven 3 likeuren. En die likeuren zijn onder andere in de Graven ook te koop. Maar zeker bij het gilde zijn ze verkrijgbaar. En dat is Graafse Moed.
En je moet tegenwoordig toch al heel wat moed hebben in graven. Wil je wat doen, hè? Voor de ondernemers zeker. Maaswater en de geest. En het mooie verhaal van Maaswater is eigenlijk ontstaan. U kent allemaal, als u graven kent, wij gaan er samen een keer naartoe. Ja, ja. En dan heb je de Loswal. En daar bij de Loswal, daar hadden we de bakkerij Leurs. En als die zijn deuren openden en de ramen openden, dan rook je appelgebak. Dat verse appelgebak, die lucht die kwam daar overheen. En die hebben we genomen als ondergrond eigenlijk van een bijzondere likeur. Ondertussen schenkt erop al Rob gaat inschenken, ja. Maaswater erop, daar staat de fles. En de clue is dat Maaswater wordt gemaakt van eigenlijk restproducten. Van een boer in de Betuwe, appelboer in de Betuwe. Volledig circulair dus. Helemaal. En daar maken we een dik sap van die restproducten met kruiden erbij. Hoop. En hij is, het is een geweldige likeur die je onmiddellijk meeneemt naar de Loswal aan de Maas. Je koopt de fles met alle ingrediënten erin, dus geen alcohol erin. En je maakt zelf de jenever, brandewijn of korn voeg je toe. 20 dagen laten staan, staat er allemaal op. Staat er allemaal op. En ik zou zeggen, je ruikt er wel een klein beetje. Als je nu ruikt, ruikt wel eens een klein beetje. Dan ruik je al een klein beetje naar de appelgebak. En dat doe je, eigenlijk zou ik zeggen, jongens, proost op jullie eerste aflevering. Proost. Dankjewel dat jullie er waren. En bedankt. Graag gedaan. Proost. Proost. Oh, het is wel echt lekker. Ja, deze moet over, maar we sluiten ondertussen wel even af. Dit was Praat aan de Maas. Wij bedanken de locatie, Brasserie het Herenhuis in Kuik. Onze gasten Rob Nooy en Leo Burgers. En onze muzikale gast Danielle Nederbracht. Bedankt voor het kijken. Heeft u tips of wilt u een keer de uitzending bijwonen? Stuur dan een berichtje naar Omroep Land van Kuik. Naar het e-mailadres redactie@omroeplvc.nl. Tot de volgende keer. Wil je Praat aan de Maas bijwonen of heb je tips voor bijzondere gasten, bijzondere verhalen of wil je zelf deelnemen? Mail dan naar redactie@omroeplvc.nl ter attentie van Praat aan de Maas. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brasserie het Herenhuis in Kuik. Dit is Omroep Land van Kuik.